laatste jaren is een nieuwe generatie duivenliefhebbers opgestaan. Ze zijn jonger dan de gemiddelde duivenmelker, maar hebben al ervaring genoeg om zich te meten met de oudere garde. Ze hebben ook alles in huis om voor de prijzen te gaan. In Wustwezel gingen we langs bij Jolien en Kurt. De 26-jarige Jolien kende in eerste instantie niets van duiven. Maar raakte geïnfecteerd met de duivenmicrobe via haar vriend. Ik heb mijn vriend 12 jaar geleden leren kennen. En ja, dat was een duivenmelker en een coureur. Dus dat was altijd heel de weekenden ermee weg. Of bij de duiven natuurlijk. En ja, met de kermis mocht ik eens blijven slapen. En zo eigenlijk mee op duivenkot gekomen. Want in het begin had ik daar ook een immense schrik van. En dan toch maar toegegeven, toch maar meegegaan. En na dat weekend kwam ik thuis en heb ik tegen mijn ouders gezegd dat ik ook duiven wou. Dus ik ben eigenlijk in 2011 daarmee thuisgekomen dat ik ermee wou starten. En dan zijn we eigenlijk eerst begonnen met een eigen getimmerd hokje. En dan toch al redelijk snel een nieuw duivenhok gaan aankopen. Dat was dan eind 2011. En dan begin 2012 hadden we eigenlijk onze eerste jonge duiven. En dan zijn we eigenlijk begonnen met spelen. Maar ja, wij zijn dan ene keer naar Liermarkt geweest. En ja, ik was in het begin echt zo, kleuren en dit en dat. En echt, ik wou alle duiven daar meenemen. Ik vond dat geweldig. Dus ik kwam thuis met een duif die dan een teen had verkeerd staan en die dat pluimen had verkeerd zitten en zo. Dus ja, dat was eigenlijk zo'n beetje mijn eerste aankoop. De tortelduifjes leerden elkaar meer dan 10 jaar geleden kennen. Voor kinderen is er geen tijd momenteel. Maar één ster op het hok heeft die plek zo'n beetje ingenomen. Dit is onze Gaston. Dus een vriendin van mij die heeft een hondje dat Gaston noemt. En ik vond dat echt geweldig. Dit is eigenlijk de zoon van mijn allereerste zelfgekweekte jonge duif. En dat was ook een zwarte. En dat is ook een heel tamme, want die eet ook graantjes uit mijn mond. Dat heb ik eigenlijk bij hem nog niet geprobeerd. Maar elke keer als wij op het hok komen voor eten te geven of voor te kuisen. Want als wij aan het kuisen zijn, dan vliegt hem gewoon op uw rug. En heel af en toe lukt het ook als ik zo zeg van kom, dat hem er echt zelf op komt. Nee? Maar dat was al vanuit hem in de nest lag dat hij eigenlijk zo tam was. Ja. En dat het gebeurt dat hij bij mij heel het kot mee gaat kuisen ook. Maar dan, toen hij nog jong was, dan, hier zit normaal de weduwe nog, kwamen we hiermee op het hok. En dan gingen we op de grond zitten en de rest zag dat. En dat vond hem niet zo plezant en hij kwam rap terug naar mij gevlogen om terug te gaan. Ja. Dus zo gaat het. Ja. En we samen altijd veel plezier op duivenkot eigenlijk. Ja. Het is dus bij mij waarom niet vechten. En ja, hoe moet ik dat zeggen? Wij vullen elkaar redelijk goed aan ook. Dus als ik zeg wat ze moet doen, of wat ze moet doen is veel gezegd, wat ze mag doen, hè, dan doet ze dat. Ja. Andersom is dat hetzelfde. Ja. Dus, en ook, dat is ook niet alleen met duiven. Hè. We proberen elkaar altijd te helpen. Ja. En er voor elkaar te zijn, ook jent erbij wat. Hè. We kennen elkaar al 12 jaar, dus dat is al van heel jong. Dan waren we nog kindjes. Kindjes dus. Momenteel zitten de duiven in de rui. In die periode vernieuwen de vogels hun verenkleed van kop tot hals en vleugels. Een goede ruiperiode is noodzakelijk, zodat de duif een voldoende krachtige vleugelslag ontwikkelt met 10 vleugelpennen aan elke vleugel en een dozijn staartpennen. De meeste duiven hier op het hok zijn snelheidsduiven. Het snelle vitessespel is de ideale discipline in de provincie Antwerpen. Anders dan bij hun collega duivenmelkers uit het westen van het land, gooit de westenwind minder roet in het eten. Ik heb eigenlijk altijd snelheid gespeeld. Ik heb ook wel halve fond een paar keer geprobeerd, maar dat was nogal moeilijk omdat wij zaterdag ook nog moesten gaan werken of zo. Dus nu hebben wij het vooral op Kievrij en Wayom staan en dat gaat eigenlijk heel goed. Onze duiven zijn daar eigenlijk ook voor gemaakt. Dit jaar, de jarelingen, dat de beste duiven van ons. Maar die worden wel allemaal samen gespeeld op mijn naam, zo gezegd. Dus ja, en zo is er wel een beetje competitie. Soms zegt ze, dat is een van mij. En dan zeg ik, maar ja. En dan, en dan zo gaat dat. Hè. En dan zondags gebeurt het, hier, dat is een van mij. Ik zeg, dan heb ik weer pech.
Zo. Ja. Team Jolien voor de win of team Kurt voor de win? Hè? Ja. Liefhebbers die het snelheidsspel spelen, hebben iets meer flexibiliteit in hun vluchtschema. De grote 7 internationale, die in een vaste periode en in de weekends plaatsvinden, betekenen veel overuren op het hok tijdens het hoogseizoen. Een uitgekiende planning mag daarvoor niet ontbreken. Hier in Wustwezel werken ze in de ruiperiode en 's winters als het wedstrijdgebeuren stillicht wat meer op het ritme van het seizoen. Vooral in het zomerseizoen eigenlijk, tijdens de vluchten zelf. Dan is dat wel een vaste planning, dan proberen we daar zoveel mogelijk structuur in te behouden. Maar naar het winterseizoen, dan kunnen we af en toe wel eens zeggen van we geven ze bijvoorbeeld 's morgens eten in plaats van 's avonds, omdat we dan toch eens weg zijn of zo. Dus dat is altijd wel een beetje anders dan het zomerseizoen, zou ik maar zeggen. Meestal neemt Kurt het poetsen van de hokken op zich. Maar klinisch schoon wil het koppel hun hok nooit hebben. Ja, we proberen eigenlijk zowel in de week ook een beetje bij te houden van, dat we ze wel proberen te kuisen, maar dat doen we eigenlijk niet altijd echt. Omdat we ook wel zoiets hebben, de duiven moet ook wel ergens tegen kunnen, want gelijk een kind dat je dat steriel houdt, ja, dan heeft dat ook alle kinderziektes dat dat moet krijgen. En zo denken wij dat dat eigenlijk bij duiven ook is. En bij ons valt dat eigenlijk heel goed mee op de manier waarop wij werken. Je kunt een eerste prijs winnen met een kot dat vol met stront ligt. En je kunt een eerste prijs winnen in een kot waar geen stof ligt, niks ligt. Dus ik denk niet dat dat het belangrijkste is. Alleen voor wij wat aangenamer, denk ik. Kijk, papa is daar. Naast hun gevederde kameraad Gaston, die hen overal door het hok volgt, is het koppel gezegend met nog een aantal topduiven. En allemaal zijn ze het resultaat van een goed kweekprogramma met vooral gegeven duiven. Ja, die heeft van dit jaar 2 eerstes, 2 tweedes en een vierde gevlogen. 11 keer mee, 11 prijzen, 9 per tiental. Dus ik denk dat dat eigenlijk hier in de streek een superduif is. En eigenlijk zijn dat wel de schoonste prestaties die er voor mij ooit geleverd zijn. Ay, vooral van één dezelfde duif. Dat is de vader van deze duif. Die heeft dit jaar als jaarling ook een eerste gevlogen. En die is in ons lokaal tweede asduif, in ons samenspel, dus ook een goede duif. De moeder heeft ook 2 eerstes gevlogen, dus ik denk wel dat hij van de goede soort afkomstig is. Jongeren zoals Jolien en Kurt, die deel uitmaken van die nieuwe lichting liefhebbers, zien om hen heen ook nieuw talent opstaan. En dat is een opsteker voor een hobby die door toenemende vergrijzing lokaal zou kunnen uitdoven. Ik vind zelf als jonge duivenmelker ga je sowieso wel zien dat er meer jeugd zit. Want gelijk van vrienden van ons of op het werk, dan is dat heel vaak de vraag van ja, maar ben jij dan niet de enige die met de jeugdclub of met de jeugd meespeelt? En ja, we zijn bij de jongsten hier in de omgeving, maar in Antwerpen zijn er nog wel meer jonge leden. En dat vind ik wel plezant. Ik vind het jammer dat het eigenlijk een beetje uitstervend is. Omdat ja, voor ons, als die oudere garde gaat wegvallen met een tijd, ja, je hebt niet meer de opvolging. En dan gaat het voor ons ook moeilijker worden, want ja, wij zijn nu in Wezel niet meer met zoveel volk. Dus ja, dan gaan we echt na een tijd moeten gaan zien van kunnen we hier ons lokaal nog behouden. En ja, dan gaat het sowieso al verder moeten gaan. Het is voor ons eigenlijk vooral voor het plezier. Maar natuurlijk, als je weet van dat je een eerste hebt of een top 10 of zo, dat is ja, dat maakt het echt af, hè. Dus we hebben nu dit jaar echt wel een paar eerste prijzen gespeeld en we staan ook wel bij de kampioenen bij, wat echt heel plezant is. We zijn nu ook nog aan het afwachten of dat we een nationale asduif gaan hebben, maar dat is, ja, daar moeten we nog even op wachten, maar dat is wel spannend. Maar we hebben dit jaar echt een goed seizoen gehad en dat maakt het ook plezant. Niet dat wij echt high level spelen, maar voor ons is dat leuk om te kunnen zeggen van kijk, wij werken fulltime en toch kunnen we het aan om met onze duivenmelkers hier in de buurt mee te gaan. Ze zijn jong, werken allebei fulltime en zitten volop in verbouwingen. En toch slagen ze erin om het te doen werken. Eén ding is zeker, deze liefhebbers doen het met hart en ziel. We hebben ook nog een kot aan ons huis aangebouwd, dus wie weet wordt dat ooit ook echt duivenkot. Het is daarvoor gemaakt, maar het is eerst even zien waar we geraken en hoe dat we verder gaan. En dan
zullen we wel zien wat de toekomst verder brengt. Mijn droom is nog altijd Barcelona meedoen. Maar dat zal nog wel heel even duren, denk ik. Dat zou ik toch ooit wel eens willen meedoen. Ja. Of er in de toekomst een internationale zal tekenen op het hok van Jolien en Kurt? Alleen de tijd zal het weten.